Als eerst proficiat, hoe voelt dit? Waanzinnig. Dat is echt een gevoel dat je niet kunt beschrijven. Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven, maar echt een waanzinnig gevoel. Ja. Ja, je volgt ja, je ouders op als Europees kampioen. Zij in 86, jij in 2014. Dubbel zo speciaal, denk ik. Ja, tuurlijk. Nu is het mijn doel om een tweede binnen te halen. Hè. Eentje meer dan mijn ouders. Dus ja, dat is zeker heel plezant. Ja, hoe was de sfeer in Tsjechië voor de wedstrijd tegen Nederland? Heel gespannen, maar ook heel geconcentreerd. Maar we waren er klaar voor. We hadden er zin in en wouden er zeker een spannende finale van maken. En ik denk dat we dat zeker hebben gedaan. Ja, Nederland is met een kater terug naar huis gemoeten, hè, want 24-24. Ze misten dan eigenlijk ja, een 5 meter. De bal gaat naar de overkant en ja, Brent gooit van aan de zijlijn mooi binnen. Ja, inderdaad. Dat is pech, maar ja, dat is in de sport zo. En wij hebben nu aan het langste eind getrokken, dus goed voor ons. Ja, was het nog een feestje na de wedstrijd? Want ja, vroeg vertrekken, maar ik zie toch nog kleine oogjes bij sommigen. Ik denk dat er niet veel geslapen is, maar het was een waanzinnig feestje en een heel goed feestje. Absoluut.